Goedemiddag, hartelijk welkom bij de officiële opening van het Fabtap Coevorde. Ik hoop dat jullie me goed kunnen verstaan, want het waait weer een beetje. Hier is achter de schermen hartstikke hard gewerkt en voor de schermen ook om dit Fabtap zo mooi en zo ver al klaar te krijgen. Door de gemeente, het bedrijfsleven en het onderwijs. Samen maken wij hier dit Fabtap. De regio Deal Zuidoost-Drenthe maakt het mogelijk dat wij de jongeren kunnen enthousiasmeren voor techniek en technologie. Maar zoals je ziet, we staan voor een dichte deur. We kunnen niet meer naar binnen. Maar gelukkig, jullie hebben de escape room opgelost. Jullie hebben de sleutelwoorden gevonden. En daarom geef ik nu graag het woord aan de wethouder, want dan kan hij openen en kunnen we naar binnen. Want ik vind het hier best wel koud. Gelukkig heeft iedereen ontzettend goed meegewerkt en heb ik hier op een papiertje de sleutelwoorden gekregen om inderdaad hier naar binnen te kunnen op deze prachtige locatie in de Nieuwe Veste in Coevorde. En dit zijn de sleutelwoorden, jij gaat het maken. En wat mij betreft is dat inderdaad zo, want hier kun je het maken. Kersten toetsen maar in, dan kunnen we naar binnen. De deur gaat open, prachtig. Nou, dit is het Fablab. Ziet er mooi uit hier, echt prachtig. Hallo wethouder van Coevorde. Wat fijn dat u er bent. Ik ben Nao en heet u welkom bij de opening van het Fablab. U mag die kant oplopen. Veel plezier. Dankjewel Nao. Ja, het is voor mij als wethouder van de gemeente Coevorde, ik ben Steven Stegen, best bijzonder om door een robot welkom te worden geheten. Maar het past wel helemaal in het plaatje, want we zijn hier in een Fablab. Een laboratorium waar je allerlei technische dingen kunt zien, beleven en kunt uitproberen. Ik zei het al, de sleutel is jij gaat het maken. En ja, dat is wat mij betreft een hele treffende sleutel. Want ja, in de techniek kun je het ook inderdaad maken. We hebben binnen het bedrijfsleven in Coevorde en ook daarbuiten behoefte aan jonge mensen. Mensen met technisch inzicht en mensen die zich daar ook in willen ontwikkelen. Dat is ontzettend belangrijk. En vandaar dat we als gemeente Coevorde samen met de partners, dat zijn de Nieuwe Veste en het Drenthe College en natuurlijk ondernemend Coevorde, laten we dat ook niet vergeten. Dat we samen dit in de benen hebben kunnen zetten, maakt mij ontzettend trots. Zoals gezegd, het bedrijfsleven zit er echt op te wachten. Hier liggen heel veel kansen. Maar het gaat hier niet alleen om het ontwikkelen van jezelf en het uitproberen van nieuwe dingen. Nee, het gaat hier ook om samenwerken. Hier komen allerlei partijen komen hier samen en die kunnen van elkaar leren. Dat legt een hele mooie verbinding die wat mij betreft ook een extra impuls is voor dit prachtige Fablab. Maar er valt heel veel over te vertellen. Volgens mij is het gewoon belangrijk om te laten zien en ook te ervaren wat hier allemaal gebeurt. Dus mijn voorstel zou zijn om hier inderdaad nu naar binnen te gaan en eens te kijken wat hier zoal mogelijk is. Welkom. Wij staan hier in een fantastische, mooi en nieuwe Fablab. Ik ben Michiel Mulder, ik ben werkzaam in het onderwijs hier op de Nieuwe Veste. We hebben hier een ruimte gecreëerd waar je kennis kan opdoen met verschillende materialen en met verschillende machines. Door de samenwerking aan te gaan met het Fablab kunnen niet alleen maar de scholieren, maar ook iedereen in Coevorde en in de regio en de omstreken eromheen kunnen ze gebruik maken van de machines en materialen die we hier hebben. Nou, wat hebben we hier onder andere staan? We hebben een mooie 3D-printer hier in het Fablab staan. We hebben lasersnijders hier staan, we hebben elektronica, we hebben robotica en we hebben zelfs een professionele watersnijder hier. Nou, we hopen eigenlijk hier iedereen te enthousiasmeren voor techniek en technologie. En ik geef graag het woord aan Kirsten. Ja, en dan gaan we eigenlijk nu verder door, want jullie zijn vast heel benieuwd wie is de winnaar van de Escape Room. En dat gaan we live straks zien hier op de lasersnijder. En daar gaat Inka meer over vertellen. Goedemiddag, ik ben Inka. Ik werk hier als vrijwilliger. We staan hier bij de lasersnijder. In deze lasersnijder kan je materialen leggen, verschillende materialen. En de lasersnijder kan dat dan snijden of graveren. Het apparaat is vrij simpel opgebouwd, zodat kinderen en ook volwassenen het vrij snel kunnen leren. En wij geven workshops waarbij je dat kan leren. Ik nodig graag de wethouder uit om bekend te maken wie de escape room heeft gewonnen. Dus u mag op de knop drukken
Nou, de bekendmaking laat ik graag aan collega Jan-Kees Klapwijk van ondernemend Koevoorde. Maar aan mij wel de eer om namens alle partijen hier voor het eerst op deze knop te drukken, zodat het FabLab inderdaad daadwerkelijk geopend is. Ik hoop niet dat de boel ontploft, maar we gaan het zien. Hierbij open ik het FabLab in Koevoorde. Ja, ik ben Jan-Kees Klapwijk van de ondernemer Koevoorde. Jullie hebben denk ik nog niet kunnen lezen wie nu de winnaar is van de Escape Room. Dus dat ga ik vertellen en ga ik laten zien. Er zijn heel veel inzendingen geweest, hartstikke mooi. Leuk dat jongeren en straks ook volwassenen hier terecht kunnen om mooie dingen te maken. Maar wie heeft nu gewonnen? Nou, de winnaar is Julia Boer. Julia, van harte gefeliciteerd. Hartstikke fijn dat je hebt meegedaan. En we nemen contact met je op. Ja, nu zien jullie alles nog livestream via de computer, thuis vanuit je huis. Maar ik kan niet wachten om jullie hier gewoon in het echt te ontmoeten. Dat we aan de slag kunnen. Dat jullie misschien wat sieraden gaan ontwerpen. Een sleutelhanger met Arduino aan de slag gaan. Het maakt niet uit. Wij gaan hier verschillende activiteiten organiseren. Voor kinderen, maar straks ook voor volwassenen en voor bedrijven. Hoe weet je nou wanneer we wat hebben? Dat kan je vinden op onze website www.fablab.koevoorde. Daar staat een agenda. Je kan je aanmelden voor de activiteiten, mocht iets niet doorgaan, want ja, tegenwoordig weet je het nooit zeker. Wat wel en wat niet kan, dan krijg je bericht, wordt het geannuleerd en dan probeer het gewoon later nog een keer. Ik hoop jullie hier snel te kunnen ontmoeten.